César Zuiderwijk, drummer van de Golden Earring. Er ligt een verbandje. Een goede vriend, Wouter Stips. Die heb ik ontmoet in dat tijd via zijn broer, Robert-Jan Stips, waar we jaren mee gespeeld hebben met de Earring. Ik ben ontzettend blij dat hij bereid was het koor te begeleiden op zijn manier. En dat was sensationeel. Dit is natuurlijk ook leuk. gezellig op een zondagmiddag. Gisteren om een festival gespeeld met de Earring. En dat is een hele andere wereld, maar het is alle twee leuk. Het belang van Wouter Stips in Zeist is dat we een ongelooflijk mooie, gerenommeerde kunstenaar in Zeist hebben. Die veelzijdig is, die hele mooie werken heeft gemaakt. En dat uitstekend past in Zeist en in het slot. We hebben prachtig glaswerk van hem, bronzen, maar vooral zijn schilderijen en vooral zijn laatste schilderijen. Dus ik ben heel erg blij met deze expositie. En hij maakt natuurlijk fantastische dingen. We zijn alle twee lekker bezig. Hij is al 75, ik ben 70 en we gaan gewoon lekker door.